Hehe, eindelijk. Oeh. Hallo. Goedemorgen. Fijn dat jullie er allemaal weer bij zijn. Fijn dat jullie kijken. Mensen, wij gaan weer op reis. Wij gaan 3,5 weken ongeveer gaan we op pad. Waar we allemaal terechtkomen is nog onduidelijk. We laten ons lekker leiden door het mooie weer. Of waar daar, we zin in hebben. Ja, of waar we zin in hebben. Maar in ieder geval, we gaan daar naartoe waar we op dat moment denken dat we moeten zijn. Jullie gaan dat allemaal beleven, kunnen dat beleven, door ons fijn te volgen weer gedurende deze reis. Wij zijn de laatste keer weg geweest, dat was naar de camperplaats in Steenderen. Ondertussen is de camper heel veel weg geweest van het zomer. Ja. Hij is in Zandvoort geweest bij de Formule 1. Hij is in Dedemsvaart geweest, hij is in Winterswijk geweest. Oostenrijk? En hij is nog een keer naar Oostenrijk op en neer geweest. Dus de camper heeft het druk genoeg gehad. En nu, nou mogen wij weer. En dat was allemaal met onze kinderen. Ja. En nu mogen wij weer. Ja. Dus mensen, nogmaals fijn dat jullie weer kijken. Ga lekker mee en wij gaan rijden. Hé, hey, en welkom aan de nieuwe abonnees. Oh ja. Dat zijn er een heleboel, tot jouw eigen verbazing. Ja, afgelopen weekend kwamen er in één keer een heleboel bij. Toen stond de camper op Zandvoort. Camper, oh ja. En we hebben nu een QR-code achterop, dus ik dacht, het komt allemaal van de QR-code. Omdat hij in Zandvoort staat, allemaal nieuwe mensen daar. Maar Kampeer en Meer, die noemde ons ook nog een keer in zijn vlog. En dat levert ook nog een aantal abonnees op. Mensen, welkom. Fijn dat jullie via het kanaal van Kampeer en Meer bij ons terecht zijn gekomen. Heel veel kijkplezier op ons kanaal. Maar nu gaan wij rijden. Bijschijndel, inschijndel, rondschijndel. Toffer met zijn camper, altijd paraat. Theo en Judith, geen moment te laat. Toffers campervlog, altijd in de spot. Theo en Judith, avontuur non-stop. Toffers reisverhalen, spanning elke shot. De reis wordt nooit gestaakt, grenzenloos en hot. Toffer met de camper. Waar zijn we nou beland? Dan komen we hier aan, bij camperplaats De Landingshoeve in Schijndel. Zo te horen, hebben ze een plekje voor ons vrij. Nou, dat is toch mooi meegenomen. Ik ben benieuwd waar we terechtkomen, op welk plekje. Nou, na een paar uurtjes rijden zijn wij dus aangekomen op camperplaats De Landingshoeve. We zijn geland. We zijn bezig met landen. We moeten even in de vakantiestemming komen. Maar dat gaat wel lukken, daar hoef je geen zorgen om te maken. Dat komt helemaal in orde. Mensen, deze camperplaats is een leuke camperplaats. Kleinschalig, 9 plaatsen rondom een vijvertje. Elektra op de plek, ruime huis, plekken. Net gemaaid. Ja, gras netjes gemaaid hier. Vliegtuigen gaan in de lucht van Airport Eindhoven. Dat kon gisteren niet en vandaag wel weer, dus achter elkaar gaan ze omhoog. En dan kun je mooi vanaf je plekje zien hier. Leuk. Ik hou wel van vliegtuigen, wij houden wel van vliegtuigen. Dus wat dat betreft, uitzicht perfect in orde. Wat nog meer mooi is, kijk, dat is dit. Het heeft natuurlijk de afgelopen jaar heel veel geregend. En als er heel veel regent, heb je ook heel vaak modder en dat soort troep op een camperplaats. Hier zorgen ze dat je gewoon netjes met droge voeten, schone voeten in je camper kunt komen. Nou, dat vind ik nog een service. Ja, dus, en dan heeft hij nog matjes als je bij je garage wil komen. Die ligt daar, hè? Ja, die staan daar, die matjes. Vertelde die meneer. Zijn deze matjes. Dus als het dan helemaal nat is, dan kun je deze matjes nog voor de garagedeur leggen. Dan kun je dus ook nog met schone voeten weer terug. Zoiets. Zoiets, ja. Dus dikke duim voor de eigenaar van deze camperplaats. En zijn vrouw. Ja. Dat was een hele aardige vrouw, hè?
Ja, we werden keurig ontvangen hier. Heel netjes. Een babbeltje gemaakt met een mevrouw bij de ingang. Ik laat er straks wel even zien nog hoe dat hier gaat met het inchecken. En toen we op de plek waren, kwam de eigenaar nog even van zijn trekker af. Want die had gras gemaaid. Daar hebben we ook even een leuk gezellig babbeltje meegemaakt. Dus de ontvangst is gewoon geweldig. Ja. Wat ook leuk is, de Wit zit hier heel dichtbij. Loopt de camperplaats af, rechtsaf, linksaf. En je bent bij de Wit. Dus daar gaan we morgen ook even kijken, want we hebben nog een paar kleine dingetjes nodig. Voor de rest gaan we het even een paar dagjes lekker rustig aan doen. En dan gaan jullie zien. En als het helemaal rustig is, zie je dat niet. Kijk, we staan tegenover het vijvertje. Het vijvertje zit midden in de camperplaats. En dan draai ik me even om. En dan staat daar onze camper. We gaan dus even een eindje fietsen langs de Wit en naar Schijndel. We gaan eerst even naar de eigenaar, even aangeven dat we nog een nachtje blijven, want we zouden eerst vandaag weer vertrekken. Goedemorgen. Ik heb de camera aan hoor. Oh, nou geen probleem hoor. Nee. Jullie hadden een plekje op nummer 2. Wij wilden net, even bij jullie aankomen om even door te geven. Was toevallig onderweg, maar prima. Ja. Nou. Meer dan welkom. Stroom was eraf, hè? Ja, maar we hebben onze eigen stroom. Dus ik heb, dat was vanmorgen ook wel. Ik heb vanmorgen al een keer teruggezet. Oh, nee. Je hebt niet meer gebruikt. Ik heb hem niet meer gebruikt. Nee. Daarom. Dus wij redden ons met onze eigen stroom. Ja, dus mooi even uitzetten. Prima. Maar zullen we eerst even betalen dan? Oh, dat mag straks ook. Fiets lekker rond. Mag nou hoor, maar... Nee, dan doen we dat straks even. Daarom, fiets lekker rond. Geniet van weer. Het is nou lekker cool. Ja, zo is het. Ja, daarom. Ja. Goed. Gaan we doen. Ik wens je een fijne dag. Ja, dank je wel. Doei. Dag. Kijk, en er zit hier aan de linkerkant de Wit. Dit is de achterkant van het enorme complex. En dan kun je hier dadelijk aan de eerste poort kun je naar binnen. Dan kun je er omheen lopen of fietsen. En dan kom je bij de hoofdingang. Zo dichtbij is dat, nog geen 100 meter mensen. Kijk, en de Wit bestaat uit twee delen. Dat is de grote hal aan de linkerkant. En de onderdelen aan de overkant. Wij gaan hier rechtsaf, wij gaan naar Schijndel. We kennen Schijndel natuurlijk allemaal van de Wit en van La Crosse. Maar Schijndel heeft meer. Want wij zijn hier in een park. Weet je nog, dit is het park van de familie Jansen. En die had een sokkenfabriek, geloof ik. Ja. En... Dit park heeft altijd bij de fabriek gehoord en de overkant waar nu dus nieuwbouw staat, dat waren de fabrieken. De fabrieken zijn plat gegooid, het park is geschonken aan de gemeente. Ik heb heel vlug gepraat, want er komt volgens mij een F-16 aan. En ze hebben dat overgedragen aan de gemeente, dit park. En daar staat een beeld van een van de... Kom even naartoe. Maar dit park is dus geschonken... Van de familie Jansen. Door de familie Jansen. Aan de gemeente. De laatste twee eigenaren van de Jansen fabriek. Ja. Hebben, toen ze ermee stopten. En voor 40 jaar bestaan, zoiets. Ja. Hebben het park geschonken aan de gemeente. Nou, dat is toch een mooi park dit. Ja. We zijn hier dus in het centrum van Schijndel, met aan de rechterkant het raadhuis, oftewel het gemeentehuis. Daarachter de kerk, de toren kun je net niet zien, maar ik loop er dadelijk wel even omheen. Maar hiervoor mensen, dit is de glazen boerderij. Het is een multifunctioneel gebouw, ligt centraal in Schijndel en is eigenlijk een symboliek van een Schijndelse boerderij
maar dan in de factor 1,6 keer groter als wat de gemiddelde Schijndelse boerderij is. Het is glas met daarachter een foto van steen. Dus zo lijkt het op afstand alsof er een stenen muur achter staat. Maar het is glas met een plaatje. Maar wel heel mooi, momenteel in gebruik als een soort winkelcentrum. Schijndel schijnt iets van 80 monumentjes te hebben. Waar we beelden en monumenten. En daar valt deze zeer zeker ook onder. Maar het bijzondere van deze is, kijk, er zit een kussen op de vogel. Is dat een IKEA kussen? Nou, grappig. Maar wel een hele mooie fontein. Dat is mooi, hè? Dat heb ik dus heel vaak op het moment dat ik bij een kerk ben, dat de klokken beginnen te pingelen. En in dit geval was het ook, het is 11:30. Maar mensen, dit is de Sint-Servatiuskerk. Hele bijzondere kerk. Want hier is onder andere te vinden de grafzerk van de zeeheld Jan van Amstel. Die onder Michiel de Ruiter en meneer Tromp aan vele zeeslagen heeft deelgenomen. Dus dat is best wel bijzonder. We gaan even kijken of de kerk open is. Is die open, Judith? Open. Om de hoek. Stond er bij de verkeerde deur. Prima, dank u wel mevrouw. Ik voel wel aan deze deur. Kijk, dat is weer een van de 80. Daar kwamen net een mevrouw tegen die zegt de deur staat wagenwijd open. Dat klopt ook. En dat klopt ook. Maar kijk, dit is de kapel de Heilige Familie. Het is van 10:30 tot 15:00 open. En dat is dus deze deur. En dan kom je hier binnen. Hier kun je een kaarsje branden. Maar wij wilden eigenlijk in de kerk kijken. Maar deze deur zit dicht. En die deur zit ook dicht. Dat is dan een beetje jammer. We lopen net de kerk uit. Ik heb net gezegd dat de deur er dicht is. Komt er een man hier. Die hoort bij de kerk. En die vraagt, willen jullie de kerk van binnen zien? Dus die gaat nu voor ons even de deuren openmaken van de kerk. Dat is toch aardig? Kijk, dan zijn we toch binnen in deze prachtig mooie kerk. Kijk eens, een orgel. Schitterend. Is rond 1300. Ja. En in rond 1850 is dit het altaar en de beelden en dergelijke hebben hier plaatsgevonden. Ja. Is hij altijd katholiek geweest eigenlijk? Nou, een poosje niet. Nee, ze hebben hem ons ontfutseld, maar we hebben hem weer teruggekregen. Nee, maar dat zie je. Nee, maar dat vaak zie je dan die plafonds helemaal beschilderd en door de hervormde tijd is het allemaal keurig recht geworden. Nou, dat was vroeger ook links en rechts van het altaar stonden, waren ook schilderingen. En die zijn er ondergewerkt, zal ik maar zeggen. Ja, ook, maar ook in de begin jaren 70 is er ook flink aan gewerkt, want we hadden nog links en rechts een altaar, een Jozef en een Maria altaar. Oh, ja. We hadden nog twee biechtstoelen, maar wij vonden dat in die tijd niet meer nodig. Nee, ja. Er staat er toch nog eentje? Twee staan, we hebben er nog twee. Ja, ja. Twee. Dus, nee, dat gebeurt niet meer, hè? Nou, er wordt wel gebiecht, maar niet daarin. Oké. Okay. Nee, biechten is verder niks verkeerd mee, maar op een andere manier. Ja, precies. Nee, je moest het vroeger op school hebben. Ja. Ja, hele klas. Ja. We hebben dat vroeger op de lagere school geleerd. Hoe je moest biechten. En dan ging één keer per jaar inderdaad met de hele klas naar de kerk om te biechten. Ja.
Nou, er werd er alleen maar heel veel gelogen, denk ik. Ja, vooral. Want we wisten allemaal niet wat we zeggen moesten, want we hadden geen idee van hoe je moest biechten, maar niet welke zonde zal ik zeggen. Ja, dat zei je mooi, al vijf verzonden wat. Ja. En wat was zonde, ja. Ja, wat zonde. Ook een orgel waar mensen graag op willen spelen daarboven. Ja, het Smitsorgel. Smitsorgel? Een Smitsorgel, ja. Hij is wel heel bijzonder. Ja. Maar ja, dat zijn allemaal van die blokken aan onze been. Die kosten... Hij speelt goed, tenminste... Voor mijn gevoel. Ja. Maar er moet toch een investering gedaan worden van 30.000, 35.000 euro, ja, heb ik ooit gehoord. Dat weet ik de eerste keer ook al. Er was een vermogen om hem te restaureren. Ja. En dat wordt nog steeds gebruikt voor orgelconcerten. Dank u in ieder geval voor het mooie verhaal. Ja, graag. We zijn hier dus bij de Wit in Schendel. We gaan even binnenkijken of ze hebben wat wij nodig hebben. We hebben hier verder binnen maar niet gefilmd, het was veel te druk. En via dit pas kun je dus aan het eind naar links en dan naar rechts. En dan zit je dus weer op de camperplaats. Nou, we hebben een ventilator van boven het bed, een USB-ventilator en een kruimeldief. Maar die hadden we ook niet en dat is toch wel handig. En dan zijn we weer terug op de camperplaats. Kom zo even betalen hoor. Is goed. Ik had de eigenaar nog beloofd de tweede nacht te betalen. Dat gaan we nu even doen. Kijk, de binnenkomst staat aan de rechterkant. Een blokhut met allerlei streekproducten. Jam. Appelmoes. Je kunt hier ook koffie pakken. Grappig toch? Kijk, hier staat nog een bord. Koffie to go kun je krijgen. Huisgemaakte fruitjam, boerderijijs. Geweldig. Kijk nou eens hier, het meldpunt, als je aankomt, is er een bel, je drukt even op deze bel. En dan zit hier achter het aanmeldkantoortje. Kijk, ik had al gezegd dat het een bijzonder mooi aanmeldhok is. Dat is het. Hier een computer, plattegrond, betaalsystemen, informatie. Nou, en hier kan ik toch prachtig even mijn tweede nacht betalen. Geweldig. U wilt binnen, denk ik, hè? Alsjeblieft. En ik zal nog even laten zien wat we bij de Wit gekocht hebben. Nou, hier hangt het eerste artikel. Judith's nieuwe kruimeldief. Ook al geïnstalleerd. Installeren stelde niet zo heel veel voor. Opgehangen. Dus dat is altijd handig. In de garage zit in de camper ook niet in het zicht. Verder hebben we daar nog wat USB-aansluitingjes gekocht. Of USB-doosjes, contactdoosjes. En deze ventilator. Dus een USB-ventilator. Die hebben we boven het bed gehangen. Want in combinatie met de Maxfan is het dan lekker koel. Nou, dit waren de eerste 2 dagen van onze vakantie.
op de landingshoeve in Schijndel. Dat was wel handig, deze plek. Want dan konden we mooi even bij de Wit een aantal dingetjes kopen die we nog graag wilden hebben. Nou, je hebt het gezien in deze vlog, wat we daar gekocht hebben. Ik heb nog meer gekocht daar. Kabelgootjes en kabeltjes en alle andere kleine prutdingetjes. Maar dat heb ik niet gefilmd. Hier besluiten we af. Ik zou zeggen, doe even een duimpje als je deze video leuk vond. Abonneer even als je het nog niet gedaan hebt. Want wij vinden het heel erg fijn als je gewoon even abonneert. Druk op het belletje. Of zet het belletje aan. En dan krijg je dus direct weer bericht als wij een nieuwe video hebben. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken mensen. En tot de volgende vlog. Doei! Doei.